Zo, daar zijn we weer. Dan gaan we verder met toer 15. Gaan we door aan de goede kant. Als je met één kleur haakt, één lus, lossen en werk draaien. Indien je dus met kleurwisselingen werkt, hier aanhechten. Ik zal even wachten tot er iemand meekijkt. Dus kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Goed, we gaan starten met toer 15. Hier aanhechten dus als je kleurwisseling doet en anders gewoon één lossen en werk draaien. Zit nou weer aan de goede kant. Zie de ribbenstokjes. Een beetje een aanknopingspunt voor jullie misschien. Toer 15. Haak 1 lossen en haak 2 stokjes. Nou, lossen heb ik al gemaakt. Haak 2 stokjes. 1 en 2. Sla 1 steek over en haak een V-steek. Dat wil dus zeggen dat je de middelste steek van jouw 3 stokjes van de vorige toer een V-steek gaat maken. Dus weer 1 stokje, 1 lossen. En één stokje. Nu haak één stokje tussen de waaiertjes. Dus hier. Daar haak je één stokje. Ik zet even het geluid uit van mijn laptop, want het gaat een beetje storen. Zo, die is uit. Nu weer één steek overslaan en weer een V-steek bovenop het waaiertje van 3 stokjes, het middelste stokje. Eén stokje, één losse en weer een stokje. En weer een stokje tussen de waaiertjes in. Ziet er nu dus zo uit. Ik hoop dat het duidelijk te zien is. 2 stokjes. V-steek, stokje tussen de waaiertjes. V-steek en weer een stokje tussen de waaiertjes. Goed, dit herhaal je dus door de hele toer heen. Ik zal weer even speedy haken. Want dan kunnen we door met toer nummer 16. Een stok V-steek bovenop het waaiertje van de vorige toer, het kleine waaiertje. Jullie kennen het weliswaar waarschijnlijk als de granny steek. De vorige toer. Een stokje ertussenin. Een stokje in het middelste stokje, dus je slaat weer één steek over. Dan maak je weer een V-steekje. Weer een stokje ertussenin. Weer een stokje in het middelste stokje van het V-steekje van de vorige toer. Dan maak je weer een V-steek. Het waaiertje van de vorige toer, sorry. En het einde sla je die over en maak je 2 stokjes. 1 en 2. En dan is toer 16 klaar. Toer 15 klaar en dan gaan we door naar toer 16. 1 losse werk draaien. Zit je aan de verkeerde kant van je werk. Kleurwisseling hier aanhechten en beginnen. Haak 2 stokjes. 1. Dit is toer 16 trouwens. Hè? 2 stokjes. En dan gaan we naar het V-steekje. En dan haak je 2 stokjes. 1 en 2. Ik heb een pluisje. En nu moet je op dit stokje wat je tussen de waaiertjes hebt gemaakt. Daar maak je een stokje. Ja, in de V-steek weer 2 stokjes, 1 en 2 en weer bovenop het stokje wat ik tussen de waaiertjes heb gemaakt weer een stokje. En weer 2 stokjes in de V-steek, 1, 2 en weer een stokje bovenop het stokje. Even laten zien hoe het er nu uitziet. Zo dus. Nou, ik ga even snel door naar de andere kant, zodat ik de toer af heb en dan kunnen we door met de toer 17. 1, 2 in de V-steek, 1 op het stokje, 2 in de V-steek, 1 op het stokje, 2 in de V-steek, 1 op het stokje. En dan ben ik aangekomen bij het laatste V-steekje van de vorige toer. Dan doe ik 2 stokjes. En 2 stokjes op de laatste 2 stokjes wat je over hebt. Zo ziet deze toer eruit. Gaan we door naar toer 17. Even doorscrollen. Dan gaan we kruisjes haken. Kruisjes haken. Ik ga ze op verschillende manieren laten zien, want je kan ze ook op verschillende manieren maken. Allereerst ga ik jullie laten zien hoe jullie maken volgens het patroon dat ik jullie heb uitgeschreven. Haak 2 lossen en werk draaien. Indien je dus met een kleurwisseling werkt,
Haak hier aan en maak je twee lossen. Maak een dubbel stokje. Dan sla je dus twee keer om je naald heen. Ga je in dezelfde steek. Haal je hem op en haal je één keer door twee lussen. Nog een keer door twee lussen. En nog een keer door twee lussen. Ik zal het nog een keer laten zien. Maar een slow motion. Twee keer omslaan. In het stokje ophalen. Omslaan door twee lussen heen. Omslaan door twee lussen heen. Omslaan en door twee lussen heen. Zo heb je twee dubbele stokjes. Nou, gaan we naar het kruisje maken. Hè? Wat je doet is twee steken overslaan, die gaat naar de derde. Dus twee keer omslaan. Opsteken. En dan maak je eerst een dubbel stokje. Dan ben je schuin. Maar omdat we die ruimte moeten overbruggen, maak je één losse. Sla je weer twee keer om en dan ga je voorlangs, ga je naar dat eerste los, eerste steekje wat je over hebt geslagen van de twee, dus naar de eerste. Ga je daarheen en dan pak je de draad op. Maak hem iets ruimer en dan maak je je dubbele stokje af. Dan heb je een kruisje. Ik zal het nog een keer laten zien. Dan ga je overslaan. Overslaan en naar de derde. Ga je erin. Ga je dubbele stokje maken. Twee. Drie keer doorhalen. Eén lossen. Twee keer omslaan. Na de eerste steek van de twee wat je over hebt geslagen. Dan haal je draad op. Beetje losjes houden. En drie keer doorhalen. Nou. Dit is de eerste manier dat je kan doen. Zo heb ik het beschreven in het patroon. Ik ga het nu laten zien voor de wat gevorderdere haaksters onder ons. Dan gaat iets anders. Dan ga je eerst twee keer omslaan. Jullie mogen het ook trouwens proberen hoor. Als jullie beginnende haakers zijn, is ook wel leuk en heb je gelijk wat nieuws geleerd. Kruissteken op een andere manier. Dan ga je niet twee steken overslaan in de derde, maar ga je gelijk in de eerste. Dus je gaat twee keer omslaan. Steek hem in de eerste. Haal je hem op. Haal je hem één keer door. Dan sla je om. Dan sla je één steek over. En dan ga je in de derde. De derde van de drie steken. Ophalen. En doorhalen. Nu haal je hem nog een keer door. Tot je helemaal aan het einde bent. Nu heb je de basis van je eerste kruis. Haak je één losse. Omslaan. Heb hier een dwarsbalkje en een veetje. Daartussenin steek je hem op. Ophalen. En afmaken. En zo heb je ook een kruisje. Dus nog een keertje. Twee keer omslaan. Dus direct in de volgende steek. Eén keer doorhalen. Omslaan. Eén steek overslaan in de volgende. En dan maak je allemaal af. Hè. Je haalt altijd per twee door. Eén losse, omslaan en weer in dat gaatje wat je ziet, haak je hem op. Een gewoon stokje maak je dan. En dan heb je ook weer een kruisje. Nou is er nog een derde manier, dat ga ik jullie ook laten zien. Het is eigenlijk bijna gelijk als deze, alleen je steekt hem hier anders door. Twee keer op, omslaan. Ook weer in de eerste. Ophalen en één keer doorhalen. Dan heb je drie lussen. Sla je om, sla je één steek over, ga je naar de volgende. Nou, dan ga je weer 1, 2, 3, 4 keer doorhalen. Eentje opslaan. En nu komt de steek zoals die eigenlijk in origineel hoort. Maar om dat uit te leggen op papier wordt erg moeilijk. Twee lussen. Je hebt je lossie gemaakt. Je slaat één keer om. Dan heb je hier een balkje en heb je daar een balkje. Kijk, dat is dat balkje van die en een balkje van die. Dus daar en daar. Dan haal je hem door. En dan maak je het kruisje. Dus twee keer omslaan. In de eerste steek. Eén keer doorhalen. Omslaan. Eentje overslaan. In de volgende. Ophalen. Doorhalen. En dan ga je helemaal tot je alles hebt gehad. Eén keer omslaan. En dan pak je die twee dwarsbalkjes op.
en zo heb je ook een kruisje. Dus het is maar net hoe je het zelf wil. Dit is de steek die ik heb uitgelegd in het patroon. Dit is tussen het veetje in afmaken en deze. En dit is dus in de dwarsbalkjes en de voorzijde afmaken. Dat mag je dus heel zelf bepalen wat je wil. Ik heb dus voor mijn eigen vestjes op de laatste manier gedaan. Deze dus, één keer en in het dwarsbalkje. Je gaat dus wel een verschil krijgen qua hoogte. Als je dit doet, heb je wat compacter. Heb je deze twee vormen van kruisen, is die wat hoger. Mag je dus geheel zelf bepalen hoe jij het wilt. En dan zal je met de eerste uitleg van het patroon uitkomen op twee dubbele stokjes aan het einde. Ik kom nu dus uit op één omdat ik hem anders heb gedaan. Klinkt heel raar, maar je doet het echt anders. Bon, dit was toer 17. Gaan we eens even door naar toer 18. Dat zijn gewoon stokjes haken, dus één losse, werk draaien. Stokje op stokje. Als het goed is hebben jullie hier twee stokjes, dus maak je twee keer een stokje. Dan kom je bij het kruisje. Het eerste pootje maak je een stokje op. In de ruimte van de losse maak je ook een stokje. En in het andere pootje van het kruisje maak je ook een stokje. Zo dus. Nog een keer. In het eerste pootje van het kruisje maak je een stokje. Tussen de twee pootjes van het kruisje maak je ook een stokje. En in het laatste pootje van het kruisje maak je ook een stokje. Nou, dit herhaal je tot het einde van de toer. Let wel, dames, ik heb een proeflapje gemaakt, dus mijn steekverhoudingen kloppen niet met het origineel. Daarom kom ik ook zo hier en daar niet helemaal lekker uit. Maar goed, het is een proeflapje. Het is om jullie te laten zien hoe je de steken moet haken. En daar gaat het om deze even om. Zo, en we even naar het einde. Stokje op stokje. Pootje tussen en nog eentje op het pootje. En weer een pootje. Haak je er één op. Eentje in de losse. Eentje op het pootje. En dan heb je nog twee steken over en dan haak je allebei een stokje bovenop. Dit was toer 18. Nou, toer 19 en 20 is weer de corner-to-corner herhalen van toer 6 en 7. Alleen dat doe je nu drie keer. Ik ga dat niet op de film zetten, want dat lijkt mij vrij duidelijk. Toer 8, stokjes herhalen, is toer 21. Ik ga dus zo verder met toer nummer 22. Dit is wat ik tot nu toe heb. Jullie gaan die corner weer haken die jullie hier zien. Alleen doe je niet twee toeren, dan doe je drie toeren. Is op zich hetzelfde. Doe het eerst deze, toer 6, dan toer 7 en dan doe je toer 6 er nog een keer bovenop. En dan de stokjes haken. Dat zit dus hier achterin. Goed, ik ga deze afsluiten en ik ga zo verder met toer 22. Heel veel succes!